Eerste Koningsdag kleurt oranje. En verder vandaag. Dappere Leidenaar springt het water in om Hertje te redden. En 50 jaar schoolslag in zwembad De Vliet. Dag dames en heren, dit is het Unity TV nieuws van maandag 28 april. Na vele jaren Koninginnedag gevierd te hebben, kleurde de stad Leiden voor het eerst oranje tijdens Koningsdag. Het was zaterdag gezellig druk in de stad. Voor iedereen, van jong tot oud, was er wel iets te doen. Naar de kermis op de beestenmarkt, de kinderspelen op het gerecht, een klucht op het Rapenburg en natuurlijk de rommelmarkt op de Garenmarkt. Hallo dames. Hey. Hebben we een leuke Koningsdag? Ja, zeker. Het is heel gezellig allemaal. Ja? Zeg, doen we een beetje goede zaken vandaag? Ja hoor. Ja, het gaat best goed. Hoe lang doen jullie dit al, viool spelen? Ik 3 jaar en ik 4 jaar. Voelt het nou anders, Koningsdag in plaats van Koninginnedag? Nou, het klinkt wel heel anders, maar ja, verder voelt het hetzelfde. Ja, hetzelfde. Ja. Ja. En jullie staan hier al de hele ochtend te spelen? Nee. Nee. Nou ja. Vanaf 10 uur. Oh, dat is netjes. Dan zitten we een beetje om. En kunnen jullie al naar Europa? Ja, we zijn goed op weg. Ja, we hebben aardig wat geld al binnen. Dus we gaan even door tot 5 uur en dan... 5 uur en daarna pas feest voor jullie. Dan gaan we helemaal feest vieren met het geld, zonder het geld. Ja. Hebben jullie genoeg uit? Voelt het nou anders, Koningsdag? Nou, het is meer dat ik nog steeds zeg Koninginnedag, dus ik moet er wel even aan wennen. Maar nee, het is hetzelfde sfeertje, net zo gezellig. En wat zijn je plannen vandaag? Nou, ik weet dat ik om 3, 4 een stukje verder moet zijn. Er staan een paar vrienden van mij en dan gaan we naar de band kijken. En daar... Eigenlijk heb ik dan verder geen plannen. Ga ik door. En wethouder Strijk was niet de enige die naar de Nieuwe Rijn ging. Bij het stadhuis was het al vroeg op de middag gezellig druk. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Beter als Koninginnedag. Beter zelf? Ja, veel gezelliger. Ja, geweldig. Ik vind het een geweldige man. Nee, het voelt niet anders. Niet? Nee, echt niet. Of het nou Koningsdag of Koninginnedag is, het maakt niet uit. Het is allemaal hetzelfde. Wat is anders? Nou, Willem drinkt ook een biertje. Dus wij ook. Dus Wilhelmina en Juliana deden dat niet. Heel anders. Hoe anders? Nou, het is mijn eerste Koningsdag als moeder. Als zijnde moeder. Dat is heel anders. Dus het is, in plaats van dat je elke week, elke 2 weken een feestje hebt, heb je nu 1 keer in een half jaar. Verder nog plannen vandaag? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ziet eruit als een goed plan. Wat zijn de plannen? Nou ja, ik ben in ieder geval lekker buiten. Zonnetje schijnt, tenminste. We hopen dat hij zo weer gaat schijnen. Nou, goed feest weer. Komt. Oh, nou. Kijk, wij hebben het ook. Dan moet het gewoon een mooi feestje worden. En dat werd het ook. Tot in de late uurtjes is de eerste Koningsdag uitbundig gevierd. Zaterdagochtend is het lichaam van de vermiste Engelsman Wayne Davies gevonden in het water van de Nieuwe Rijn in Leiden. De politie moest de markt afzetten om het lichaam van de man te kunnen bergen. De 22-jarige Brit werd sinds vorige week vrijdag vermist nadat hij met vrienden een avondje was gaan stappen. Davies zou vanuit discotheek Hifi alleen terugwandelen naar zijn hotel, waar hij nooit aankwam. De politie denkt dat de Brit het slachtoffer is van een ongeluk. Zondagmiddag botste een vrouw met haar auto op een lichtmast aan het Lammenschansplein. De bestuurster raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Hoe de vrouw uit de bocht is geraakt is nog onduidelijk. De provincie gaat de lichtmast zo snel mogelijk repareren. De dames van ZVL hebben de halve finales van het landskampioenschap bereikt. Afgelopen vrijdag wonnen ze ook de tweede wedstrijd tegen de Ham. De favorieten voor de landstitel moeten het nu opnemen tegen UZSC uit Utrecht. Woensdagavond ontvangen de dames het team uit Utrecht thuis in zwembad De Zijl. De mannen van De Zijl Zwemsport maken geen kans meer op de landstitel. Zij zijn zondagmiddag uitgeschakeld tegen Polarbeers Ede. Er is een derde en beslissende wedstrijd nodig om ZZ Leiden een plek te bezorgen in de halve finales van het landskampioenschap. Landstede Basketbal uit Zwolle was zondag te sterk voor de basketballers uit Leiden.
De Leidenaren keken al snel tegen een ruime achterstand aan, keerden daarna sterk terug, maar dat was niet genoeg voor de overwinning. Dinsdagavond mag Leiden thuis de beslissende wedstrijd spelen. Een dappere Leidenaar sprong zondagmiddag het Groningse water in om een hertje te redden. De ambulancebroeders bleven op het droge staan. Okke Hanna twijfelde geen moment toen hij het hoofdje van het beest steeds verder onder water zag gaan. De man dook het water in en probeerde het hoofd van het hert boven water te houden en bracht het diertje zo naar de kant. Helaas overleefde het hertje het niet. Nu het weer wat warmer wordt, kan er weer volop buiten worden gezwommen. Zwembad De Vliet in Leiden opende gisteren voor het 50ste seizoen haar deuren. Het eerste jaar was 1964 en 50 jaar later, op 27 april gisteren, dus zijn we open gegaan voor het 50ste seizoen. En is er nou veel veranderd sinds vroeger en nu? Nee, niks eigenlijk. Het is een oud bad. De glijbaan is erbij gekomen en wat speelelementen, een peuterbad. Maar voor de rest is het eigenlijk in de oude staat gebleven en veel bezoekers. Het zwembad heeft ook veel vaste badgasten die ook met een nog matige temperatuur buiten graag een baantje trekken. Meneer, is het water koud? Ik zou zeggen, spring erin, het is heerlijk. Ondanks dat het zwembad al 50 jaar oud is, is het ieder jaar toch weer even spannend of het bad haar deuren kan openen. Ja, het blijft ieder jaar de vraag. Het is wel gezegd dat het 50 meter bad behouden moet blijven en de zon rijden. Maar ja, het is natuurlijk altijd de vraag of het inderdaad zo is. Maar volgend jaar zal het vast nog open zijn. Want er zijn grootse plannen voor de toekomst. Er is een projectgroep opgezet om een onderzoek te doen of hier een combibad kan komen. Dat er een binnenbad bijgeplaatst wordt. En daar zijn allemaal onderzoeken naar voor. Waar komt het te staan en is het haalbaar met het budget wat er vrij is gemaakt. En komt het net buiten het terrein, komt het op het terrein. En ja, dat wordt nu flink onderzocht of dat inderdaad haalbaar is. Afgelopen winter zijn er kleine aanpassingen geweest bij het zwembad. Zo hebben de kleedhokjes een verhoogde muur gekregen. Met het oog op wat privacy hebben we de muurtjes verhoogd, zodat je niet meer naar binnen kan kijken. En daar is wel wat commotie over, ja. De vrienden van De Vliet vinden de nieuwe muren van de kleedhokjes op een gevangenis lijken. Maar het zwembad stelt privacy voorop. Nee, we hebben bewust gekozen om het hoger te maken. En dat is zo ook gedaan. Ja, maar gaat u nu elke ochtend zwemmen? 3 keer in de week. Maar het is wel lekker. En dan nog het weer. Vandaag was het op de meeste plaatsen bewolkt. Bij een zwakke tot matige wind kwam de temperatuur niet boven de 17 graden uit. Vanavond en vannacht blijft de bewolking. Er is kans op een bui. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 9. Morgen grijs, met hier en daar wat zon. De temperatuur zal niet hoger uitkomen dan 16 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig, maar richting het weekend wordt het weer wat mooier. Heb je trouwens zelf een mooie foto van het weer? Stuur hem dan op en wie weet zie je je foto terug in onze uitzending. Mailen kan naar redactie@unitytvnieuws.nl. Tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Dinsdagmiddag om 5 uur melden wij ons weer met een nieuwe uitzending. En in de tussentijd houden we op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website unity.nu. Zometeen kun je op Unity TV nog kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland in de NOS Nieuwsminuut. En daarna kijken we naar prachtig materiaal uit het Leids Regionaal Archief in Uit de Oude Doos. Fijne dag.